Hallo Arnold. Weer een avondsessie van vernederende tv kijken. Dus, wat hebben we hier? Elon Musk heeft een nieuwe raket gelanceerd in de ruimte. En de ruimte heeft een meteoor teruggelanceerd naar Elon Musk. Arnold, relax. Jij weet niet eens wat een meteoor is. Een meteoor is een groot hemellichaam van kosmische oorsprong. Hun massa varieert van een paar gram tot duizenden tonnen. En wees niet bang. Er is in de geschiedenis maar één meteoorinslag geweest die iemand heeft geraakt. In 1954. En zelfs toen raakt het alleen maar iemand in zijn been. Het lijkt erop dat iemand zich vrijwillig opgeeft om de planeet te redden. En hij barst gewoon van enthousiasme. Het lijkt erop dat deze aflevering de kortste ooit zal zijn. En een gelukkig einde zal hebben. Nee, laat maar zitten. Hetzelfde als altijd. Het lijkt erop dat onze planeet op het punt staat vernietigd te worden. Of misschien is er een andere redder. Zou het Arnold kunnen zijn? Uitstekend! We kiezen een outfit. Dus dit is een nee. Zeker niet deze. Nee. Nee, niet deze. Nou, dit is wat je nodig hebt. Hoewel, we kunnen gewoon kopiëren wat Project Dart van SpaceX deed. Het is de bedoeling dat in 2022 een ruimteschip van 500 kilogram tegen een asteroïde genaamd Didomus ramt met een snelheid van 6 kilometer per seconde. De automatische piloot is nog niet geïnstalleerd, dus je zult handmatig moeten vliegen en een held worden. Oh, wauw! Arnold, heb je het overleefd? Net als alle andere laagste vormen van leven, zoals microben. Maar nu is er een klein probleem met water. Nadat de meteoor met een diameter van 100 kilometer de aarde raakte, vernietigde de schokgolf bijna al het leven binnen een straal van 100.000 vierkante kilometer. Er kwam een enorme hoeveelheid zwavel vrij. En stof en as van de vernietiging steeg op in de bovenste atmosfeer en blokkeerde de toegang van de zonnestralen. Je zult wel honger hebben. Het is goed dat je je ruimtevoedsel in de raket hebt bewaard. Was er geen eten? Dat is verschrikkelijk. Omdat er geen voedsel meer is op de aarde. Het is goed dat je in een ruimtepak zit, want het is min 50 graden buiten. En je wilt hier niet lang blijven lopen. Kijk uit! Ik vergat toe te voegen dat kakkerlakken het ook overleefd hebben. En ze zijn een klein beetje gemuteerd. Je kan beter vluchten. To infinity and beyond. Arnold, hoe heb je jezelf in zo'n situatie gebracht?